We staan hier op een bijzondere plaats voor de Baarnse schrijfster Lenny Klein. Ze schreef het boek Willem en Bentinck, Liefde of Lust. Hoe kwam je op het idee? Ik kwam bij de research voor een televisieserie, ik ben scenario-schrijver, kwam ik Willem tegen die een soort corruptie pleegde door een miljoen gulden te krijgen van iemand die heel graag burgemeester van Amsterdam wilde worden, maar dat niet mocht omdat hij uit Dordrecht afkomstig was. En die deal is gesloten en toen dacht ik, wat is die Willem voor een man? Daar had ik nog nooit eigenlijk van gehoord. En ik wist wel dat hij koning van Engeland was geworden, maar ja, hoe had ik geen idee van. Dus toen ben ik ontzettend veel over gaan lezen. Nou, op liefde en lust komen we later nog terug. Maar wat betekent deze plaats waar we nu staan voor je hoofdpersoon? Nou, Willem was een hartstochtelijk jager. Dat was echt zijn passie. En hij deed dat toen hij jong was in de Haagse bossen. Maar hij kende dit gebouw van via zijn jeugdvriend Jacob de Graaf. Zijn vader was zijn gouverneur en hij was kennelijk wel eens meegeweest jagen hier op Soestdijk. En toen op een gegeven ogenblik, toen hij daar geld genoeg voor had, heeft hij dat van Jacob kunnen kopen. En dit was voor hem dé ideale plek om te jagen. Dus het was echt een jachtslot is dat toen geworden. Hij heeft het laten verbouwen en hij heeft hier samen met zijn boezemvriend Bentinck, waar het boek ook over gaat, hebben ze hier heel veel jachtpartijen georganiseerd. Ja. En later is hij natuurlijk ook getrouwd met Mary Stuart. En die heeft ook nog veel bijgedragen aan Paleis Soestdijk. Ja, zij vond het hier heel prettig wonen. Wat zij altijd leuk vond was het aankleden van de tuinen, zeg maar. Dus zij heeft zich heel erg bemoeid met de inrichting van de tuinen. Willem had eigenlijk verwacht dat ze zich met de inrichting van het paleis zou bemoeien, maar ze vond dit, net als Willem zelf en Bentinck ook, vond zij het leukste van het creëren van een buitenplaats, het aanleggen van de prachtige tuinen. Hoe zag Paleis Soestdijk er toen uit? Nou ja, toen hij het kocht was het een gewone hofstede. Het heette het Huis aan de Dijk naar Soest. Hij heeft het toen door de zoon van de man die Paleis Huis ten Bosch had gebouwd voor zijn oma, Amalia van Solms, die heeft toen voor hem er twee vleugels aan gebouwd. En nou, ze hebben toen ook zo geregeld, dat was in die tijd ook best gebruikelijk, dat je niet zo heel dicht bij elkaar sliep. Dus Mary sliep in de linkerkant van het paleis en hij in de rechtervleugel. Dus ze moesten echt een eind lopen, wilden ze elkaar ontmoeten. En de tuinen, zoals die vijver en de watertoren, komt die ook uit die tijd? Ja, Mary heeft dus toen ze die tuin aanlegde ook vijvers aangelegd. Daar zaten fonteinen in. Nou, we hadden natuurlijk geen elektriciteit. Er was niet altijd wind. En dat betekende dat je dus kracht moest leveren. En dat werd dus gedaan door een watermolen te bouwen. Ook echt met wieken. En ja, als er geen wind was, dan werkte dat niet. Dan moesten dus paarden in de tredmolen moesten zorgen dat de fonteinen bleven spuiten. Nou, Willem, die trouwt met Mary, zoals we al zagen. Was het eigenlijk een gelukkig huwelijk? De eerste 10 jaar helemaal niet. Willem hield ook niet van vrouwen. Er zijn ook geen geschiedenissen bekend van minnaressen, behalve eentje, één hofdame. Maar daar zijn de geleerden het wel over eens dat dat toch meer platonisch was, omdat zij gewoon geestig en intelligent was. Ze was foeilelijk. Maar na 10 jaar, toen Mary bereid was om samen met hem koning te worden in Engeland, en dat Willem dan eigenlijk de primus inter pares was, daar was hij altijd bang voor geweest dat zij hem zou overvleugelen. Toen was hij daar heel blij mee en toen zijn ze heel nauw gaan samenwerken. Ook zij regeerde als hij weg was. Zij was zijn vertrouweling op staatsgebied. En ze zijn heel erg close geworden. Zo close dat Willem ook geen afscheid van haar kon nemen toen ze was overleden. Toen heeft hij er laten balsemen en toen heeft hij er een aantal maanden in het paleis gehouden voordat ze begraven mocht worden. Hij kon gewoon geen afscheid van haar nemen. Willem had niet bepaald een prettige jeugd. Nee, dat was. Hij is helemaal eenzaam opgegroeid. Zijn vader was al overleden toen hij geboren werd. Zijn moeder had geen belangstelling voor hem, want ze kwam uit Engeland en daar kon ze niet naartoe, omdat de Engelse koning verbannen was. Tenminste,
de echte Engelse koning was onthoofd. En de rechthebbende, haar broer, zat in Frankrijk. Dus ze zat hier in de kou in Nederland in haar eentje. En ze had dus voor haar kind geen aandacht. En ja, oma die probeerde alsmaar de Oranjes weer in ere te herstellen. Want Willem stelde niets meer voor. Johan de Witt had met de staatsen de macht gegrepen. Hij was dus wel een Oranje, maar geen prins meer, geen stadhouder. Dus het was een eenzaam bestaan voor hem al die jaren. Ja. Ze ging weer terug naar Engeland toen hij 10 was? Ja, eventjes maar hoor, zei ze, voor een paar weken. Want Karel was een keer op bezoek bij Willem geweest en daar was hij dol op. En Karel had beloofd, nou je mag komen. Hè? En dus hij dacht, nou mag ik ook mee. Maar dat vond ze niet goed. Ze ging alleen en ze kwam nooit meer terug. En ze is daar aan de pokken overleden. Ja. Ja, veel mensen in die tijd, hè? Ja, dat was echt een volksziekte. En bovendien zat het bij de Stuarts. Dat was dus de familie van zijn moeder. Zat het ook in de familie, dat ze daar heel vatbaar voor waren. Maar zijn eigen vader is er ook aan overleden. En Mary is aan overleden. Hij heeft het zelf gehad. Zijn eigen vrouw is eraan overleden. Ja, het was een afschuwelijke ziekte. Nou, wanneer begint de vriendschap? Want daar gaat je boek tenslotte ook over. De vriendschap met Hans Bentinck. Toen hij 14 was en Bentinck 15. En toen kwam Bentinck als page aan het hof. Hij had niet zo verschrikkelijk veel behoefte aan een page. Hij had nooit geen kindvriendjes, zeg maar. Hè? Alleen maar ouderen waar hij mee omging. Het was buiten hem omgaan, want hij wilde toch wel overal weet van hebben. Het was een uiterst intelligente jongen. Daar roemt iedereen over. Maar niet mooi. Nee, hij was foei lelijk. Ja. Later zeiden ze in Engeland, het was de lelijkste koning die we hadden en de mooiste koningin die we ooit gehad hebben. Maar Bentinck kwam en zag en overwon, zeg maar. Het was een ontzettende aardige, knappe jongen. Ook heel zorgzaam. En Willem is hem heel erg gaan waarderen. Dat was dus zijn alter ego, zo noemden ze elkaar ook. Mijn andere ik. En ze konden niet meer zonder elkaar. En je leest ook ergens in een boek dat Willem geen enkele beslissing nam zonder dat Bentinck het eerst had goedgekeurd. En ook op alle veldslagen, die deden ze samen? Ja, ze reden altijd naast elkaar. Bentinck was page. Hij zat altijd aan tafel naast Willem. Dat hoorde eigenlijk helemaal niet voor een page. Zo close waren ze dus. Ze sliepen bij elkaar. Toen Willem aan de macht kwam, benoemde hij Bentinck tot eerste kamerheer. Dus hij sliep naast Willem. En in Engeland werd hij Lord of the Bedchamber. Dus sliep hij ook naast Willem. Totdat het uiteindelijk fout liep, toen mocht hij daar niet meer slapen. Dus dat was echt een hele belangrijke plek. Hè? Ja. Wat was de politieke situatie in die tijd? Hè? Je had staatsgezinden en orangisten. En hoe kwam het dat Willem toch weer stadhouder werd? Terwijl dat eigenlijk was afgesproken dat dat nooit meer zou gebeuren. Ja. Dat had de Wit gezegd en dat had de Staten waren het daarmee eens. Maar Amalia, zijn oma, natuurlijk niet. En Willem niet. En Bentinck niet. Want ja, het was heel belangrijk dat het Huis Oranje werd hersteld. Die dan de protestante godsdienst in stand zou houden en versterken. Want er werd aangevallen vanuit Frankrijk. Dat was een katholiek land. En Willem was heel protestant opgevoed. Dus hij zou samen met Bentinck proberen aan de macht te komen om Lodewijk de voet dwars te zetten, want die probeerde de Nederlanden in te lijven. Nou, dat was voor Bentinck ook heel belangrijk om daar een steentje aan bij te dragen. 1672, hè, we hebben allemaal op school geleerd, radeloos, reddeloos, redeloos. En toen speelde Willem ook een hele belangrijke rol. Ja, het was zo dat hij had zich weten te laten uitroepen tot eerste edele in Zeeland. Daarna werd hij dus steeds bekender in de landen als zijnde een hele verstandige man die een hele goede militaire opvoeding had gekregen. Hij mocht dus kapitein-generaal worden. De Wit dacht dat is ongevaarlijk, dan blijf ik nog wel aan de macht. Maar ja, toen de Wit niet in staat bleek om de Fransen tegen te houden, toen moest er toch iemand opstaan. En toen heeft Willem samen met Bentinck allerlei veldslagen moeten leveren. Die verloren ze. Hebben ze bedacht om de waterlinie te creëren. Dus hebben ze van alles onder water gezet dat Lodewijk er niet door kon.
En toen uiteindelijk, dat was wel een grappig verhaal, dat was dichtgevroren en ze waren als de dood dat de soldaten eroverheen kwamen. En net toen ze optrokken, Lodewijk met zijn troepen, ging het ijs smelten. Toen hebben ze een uitval gepleegd en sindsdien hebben ze dus heel veel veldslagen gewonnen met z'n tweeën. En met de gebroeders de Wit is het niet zo best afgelopen. Nee, nou ja, kijk, Willem en de Wit waren gezworen vijanden. De Wit had zijn leraar ook weggestuurd. Dat was een oom van hem waar hij heel erg aan gehecht was. Dat heeft hij hem nooit kunnen vergeven. Hij heeft altijd heel liefjes tegen de Wit gedaan, maar uiteindelijk was het echt zijn grootste vijand. En toen hij de kans kreeg om zeg maar het stadhouderschap te verwerven, heeft hij ook degene die een keer al eerder de Wit probeerde te vermoorden geld daarvoor gegeven. En zijn boezemvriend Bentinck heeft een pamflet laten verspreiden wat koning Karel had gestuurd, dat de oorlog die Karel tegen hem voerde met Lodewijk zou Karel beëindigen als de Wit verdween. En dat heeft Bentinck laten verspreiden. En het volk kwam in opstand. Er is een complot gesmeed. Willem heeft tot diep in de nacht voordat ze vermoord werden, met Bentinck en enkele anderen gepraat. Niemand weet officieel waarover. De volgende dag waren ze er niet. Maar de gebroeders de Wit zijn toen door de schutters en het gepeupel om zeep gebracht, om het maar even zo te zeggen. Op gruwelijke wijze. Ja. Ondersteboven opgehangen als een slager. Zijn de lichamen opengesneden door een slager. Een vleeshouwer heette dat toen. Ze hebben de penis eraf gesneden, vingers eraf gesneden. De organen eruit gehaald. Was echt afschuwelijk. En dat, Willem heeft eigenlijk later gedacht dat alles wat hem overkwam, dat dat de straf van God was, want hij was heel godsdienstig. En dat daardoor hij bijvoorbeeld Mary heeft verloren, omdat hij deze zonde had begaan. Maar toen kwam Arnold van Keppel kwam op het toneel. Ja, kijk, Bentinck en Willem waren heel close. Toen Willem pokken kreeg, het is niet helemaal zeker, maar wel vrijwel zeker, is Bentinck bij hem in bed gaan liggen. Want als je naakt met je lichaamswarmte tegen iemand aan lag, konden de pokken uitbreken. En dan gingen ze misschien over. Er is waarschijnlijk meer gebeurd tussen die twee. Dus er was een hele intieme relatie. Willem en Bentinck, je vertelde net dat ze eigenlijk uit elkaar gegroeid waren. Maar komt het nog goed? Ja, in feite wel. Hij lag op zijn sterfbed, Willem. Bentinck had zich dus teruggetrokken. Willem had gesmeekt om te blijven. Maar Bentinck zei, ja luister eens, je hebt nou van Keppel, ik ga weg. En toen hij op zijn sterfbed lag, heeft hij gevraagd om Bentinck te halen. En dat heeft van Keppel nog even kunnen ophouden, want die zag dat niet zitten. Uiteindelijk is Bentinck aankomen stormen in zijn koets en heeft nog net op tijd Willem doodziek aangetroffen. Ze hebben elkaar kunnen omhelzen. Willem heeft toen nog kunnen fluisteren, eindelijk samen. En toen zijn ze in elkaars armen, is Willem overleden. Dat was toch wel heel mooi dat dat nog gelukt is. Want ik vond ook dat dat zo moest. Die twee waren altijd samen geweest, dus op het eind moesten ze ook samen zijn.